is L1 Nieuws. Limburg Actueel. Met Lex van Moorsel. Een winderig en stil Maastricht-Aachen Airport vandaag. Maar in de vakantieseizoen is dat wel anders. Afgelopen jaar passeerden ruim 360.000 passagiers de incheckbalies. En dat aantal zal ook dit jaar wel groeien, want Ryanair start in de lente met 3 nieuwe bestemmingen. Het enige zorgpuntje is nog dat het wel heel erg gefocust is op de zomer en veel minder in de winter. Maar daar ziet 2012 ook weer prima uit. Ik denk niet dat we weer 40% gaan groeien, want het wordt natuurlijk steeds moeilijker als je groeit. Maar gezonde groei zit er zeker in. Dat is fijn voor het passagiersvervoer. Maar voor de luchthaven bij Beek is vracht toch de belangrijkste bron van inkomsten. En juist daar is de economische crisis nu voelbaar. Als je de targets niet haalt, dan moet je natuurlijk ook alle zeilen bijzetten om het financieel natuurlijk ook te bolwerken. Dat gaat zeker ook wel lukken. Belangrijk is dat wij niet bij de pakken neerzitten, maar gaan investeren. Wij openen dit voorjaar een nieuwe vrachtterminal. En dat zal zeker een boost geven aan het verkeer op Maastricht. Groei betekent automatisch meer vliegverkeer, dus meer drukte voor de omgeving. Maar de luchthaven blijft nog ruim binnen de toegestane geluidsnormen. Wij zitten nog ruim in ons jasje als je kijkt naar onze aanwijzing welke vluchtbewegingen per jaar zijn toegestaan. Toestellen worden trouwens ook steeds stiller. Hè. We hebben de 77-800, de nieuwe cargo machine van Cargolux, al een keer hier gehad. Die produceren substantieel minder geluid dan de 77-400, laat staan de 200. Dus ook daarin zie je ontwikkelingen. Maar wij zitten qua aantal vluchtbewegingen nog niet aan onze grenzen. Heijmans denkt dat het eerste halfjaar van 2012 voor Maastricht-Aachen Airport nog zwak zal zijn. Maar daarna verwacht hij een opleving op het gebied van importen uit het Verre Oosten. Kijk, hoe goed dat ze de straten vegen. Hè? Bij vuurwerkwinkel El Blanco in Venray rijden de auto's af en aan. Het enthousiasme over de inleveractie is hier groot. Ze doen maar 22,50. Je krijgt hier een tegoedbon voor vuurwerk voor volgend jaar weer te kopen. Ja, en inderdaad, het scheelt natuurlijk in de eigen container. Ik zag het in het krantje en dacht van ja, ik ga veel vuurwerk afsteken. Een paar vrienden mee, neem ik alle potten mee en dan leef ik het hier en dan kan ik mooi geld mee verdienen. Dus. Terwijl de klanten alleen de voordelen zien, heeft de eigenaar veel extra kosten. De afvalkosten, maar ook het uitschrijven van tegoedbonnen voor komend jaar. Mocht u het bonnetje kwijtraken, krijgt u ook altijd nog in december een mailtje van ons ter herinnering. En als u die uitprint, kunt u die als waardebon ook nog gebruiken. We doen normaal 4 vuurwerkshows, die hebben we dit jaar een keer niet gedaan. Dus dat geld hebben we nu besteed aan het opruimen van de rotzooi. Ja, een heel nobel streven eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. En in de hoop dat de mensen dan ook volgend jaar denken, gods, die man die denkt ook een keer over de gevolgen na, dus misschien gaan we daar dan kopen. Bij de verkoop van het vuurwerk hier in Venray zijn plastic zakken uitgedeeld. En daarin kan het vuurwerk weer opnieuw worden ingeleverd. Zowel het plastic, de pijlen, de verpakking en ook het vuurwerkpapier mag hier weer terugkomen. 2000 kilo is er nu in de eerste 2 uur in Venray al opgehaald. En geef maar hier die zak. Dat is 2020. Niet iedereen deelt het enthousiasme van vooral kinderen om zoveel mogelijk kilo's op te halen. Ze gaan toch op zoek naar potten en vuurwerk. En als het dan niet geregend heeft en niet alles is afgegaan, dan vind ik er wel een risico aan zitten. Mocht de actie toch een groot succes worden, dan hebben deze gemeentewerkers het komend jaar op 1 januari een stuk rustiger. Wij houden van drukte en de Floriade zal daar zeker toe bijdragen.
De wind was vandaag grote spelbreker. De fietsen bleven in de vrachtwagen en de renners binnen in kasteel Vaashartelt. Daar werd de presentatie verrassend geopend door het duo Ruig en Poels. Welkom in ons Limburg. Ruig was vandaag erg in trek bij de Nederlandse pers. Hij werd vorig jaar 21ste in de Tour de France, de beste Nederlander, en dat schept verwachtingen. Het is altijd moeilijker als je als debutant in een ronde komt en ja, alles is goed wat je doet. En komend jaar dan wordt er toch een bepaald iets van je verwacht. Ik hoop dat ik dit jaar niet ziek word en gewoon gezond die ronde kan rijden. 2012 is nog maar net begonnen, maar nu al kijken deze renners uit naar 23 september. Dat is de dag van de wegwedstrijd van het WK in Limburg. Vooral voor Ruig een belangrijke dag, omdat hij 2 kilometer van de finishlijn opgroeide. Ja, het mooiste is natuurlijk in je eigen omgeving dan wereldkampioen te worden. Kan Rob je nog wat leren, want het is in zijn achtertuin, hè? Ja, Rob heeft wel een pak. Hij zegt tegen me, als je een keer weer lekker wil trainen in Limburg, blijf bij mij slapen, gaan we een paar dagen lekker trainen. En ja, dat zal ik zeker wel een paar keer doen, want Rob is toch een goede vriend van me. Parcours moet me denk ik ook wel gewoon heel goed liggen. En ja, een eigen provincie, eigen land, ja, dat lijkt me gewoon heel mooi om dat mee te maken. Slot, u zag ze natuurlijk al eerder aan het begin van de presentatie, Rob Ruig en Wout Poels. Poels en Ruig lijken al zeker van toerdeelname. Via de Tour de France willen de twee renners selectie voor het WK afdwingen. Een parcours dat prima past bij beide Limburgers. Het is een wedstrijd die past bij ons. Een wedstrijd die past bij Rob Ruig, die past bij Wout Poels. Dus als team, als Nederlands team, denk ik dat we daar hoge ogen kunnen gooien. Vandaag ging de verkenning van parcours niet door, maar binnenkort is de logeerafspraak van Hogerland bij Ruig. En zal Rob alle moeilijke bochtjes aan Johnny laten zien. Prima. Het Parkhotel in Horst vanmorgen. Het is er lekker rustig. Lekker rustig, daar houden wij eigenlijk niet van. Wij houden van drukte en de Floriade zal daar zeker toe bijdragen. Want tijdens de Floriade is het de bedoeling dat er flink wat gasten naar het hotel komen. Niet zozeer de dagjesmensen, maar vooral de bezoeker die wat langer blijft. Wat betekent de Floriade nu voor uw hotel? Heel veel. Wij hebben als doelstelling om tijdens de Floriadeperiode ons gebied Noord-Limburg in de kijker te zetten. En als er een moment is waarop dat kan, dan is het wel de Floriadetijd. Voor de bedrijven in de regio is de Floriade dus meer dan alleen maar de bloemetjes en de exposities op het terrein. Ook voor de Munkhoff-groep uit Horst. Dat bedrijf gaat het vervoer verzorgen tijdens de Floriade. Floriade is voor ons een fantastische uitdaging. En niet alleen als vervoerder van mensen, maar ook omdat het in onze achtertuin natuurlijk gebeurt. En maatschappelijk en sociaal zijn we natuurlijk zeer betrokken bij deze regio. En dat het goed gaat in deze regio en dat Floriade een mooi boegbeeld is om ons op de kaart te zetten, is zeer belangrijk. Noord-Limburg op de kaart zetten is dus een belangrijk doel, vooral met het oog op de toekomst. Er komen op dit moment heel veel toeristen hier naartoe die natuurlijk ook zakelijk belang kunnen hebben. Dus ik verwacht gewoon als iedereen zich gewoon 100% inzet en hun kansen grijpt, verwacht ik dat er voor deze regio zeer veel toekomst en succes ligt. De Floriade heeft zeker 2 miljoen bezoekers nodig om uit de kosten te komen. En de mensen die in het hotel in Horst overnachten hoeven niet met de taxibusjes van Munkhoff richting Venlo, maar krijgen er een elektrische auto bij. Lekker groen, lekker zuinig en lekker genieten op de Floriade in Venlo. Tot ziens! Over 92 dagen begint de Floriade op donderdag 5 april. Ja, het is deze week meer herfst dan winter, met ook vandaag weer veel wind en later in de middag ook flink wat regen. Er stond vandaag een harde zuidwestelijke wind die boven de Zuid-Limburgse plateaus zelfs stormachtig was. Er kwamen daar dan ook windstoten voor tot maar liefst 112 km per uur en dat is krachtig genoeg om een boom te doen ontwortelen. Ja, en alsof dat nog niet genoeg was, passeerde er vanmiddag ook een koufront hier goed te zien op de neerslagradar. Dit koufront zorgde in de avondspits in Limburg voor buiige regen gecombineerd met zware windstoten. Ja, en het onstuimige en stormachtige weer, dat wordt ons bezocht door Uli, de naam van de stormdepressie die vanochtend boven Schotland lag.
Morgen trekt Uli verder richting Finland en hierdoor krijgen we in Limburg te maken met een tijdelijke weersverbetering. Echter, daarna krijgen we opnieuw te maken met een stormdepressie die vanaf donderdag weer voor veel wind gaat zorgen. Echter, de komende 24 uur zitten we in wat rustiger vaarwater, want komende nacht is het wisselend bewolkt en kan er een enkel buitje overtrekken. Toch is het meestal droog en bij een matige westelijke wind koelt het af tot zo'n 4 à 5 graden. Ook morgen overdag is er nog een kans op een bui, maar het blijft overwegend droog. Naast wolkenvelden zijn er ook opklaringen en misschien is er dan heel even nog wat ruimte voor de zon. Er is morgen minder wind dan vandaag, maar het waait nog steeds stevig bij een maximumtemperatuur van ongeveer 7 graden. Ja, en ook van donderdag tot en met het weekend is het wisselvallig en onstuimig bij hogere temperaturen dan normaal. De meeste wind die verwacht ik op de donderdag en dan is er zelfs nog iets meer wind dan vandaag, gecombineerd weer met zware windstoten. Koud is het daarbij absoluut niet, met maxima die liggen tussen de 7 à 10 graden.